Breda Nu. Je weet het meteen. Goedendag Breda. Het is een weekend. Ik ben Bart en welkom bij het Weekoverzicht. Dit weekend was Katja Schuurman in Breda om haar nieuwe boek genaamd Katja was hier te presenteren en signeren. En een mazzelpik van Breda Nu mocht ook nog even kort interviewen. Ja, het is een boek waarin ik bij de avonturen die ik heb meegemaakt op reis, zowel privé als voor mijn werk. Ik heb natuurlijk heel veel programma's gemaakt waarbij ik op reis ging. Ik zou het niet zozeer reisprogramma's noemen, maar dan denk ik toch meer aan programma's waarbij je zegt van, oh ja, dit is een heel mooi strand, dit is een heel leuk cocktailtentje, ook leuk. Maar ik heb meer programma's gemaakt waarbij ik die meer echt diep in de cultuur van een land doken of voor Return to Sender. En er staan ook gewoon heel veel concrete tips in voor mensen. Dus sommige plekken weet ik zelf gewoon echt de leukste tentjes. En soms heb ik ook gevraagd aan, laat als voorbeeld Curaçao. Barry Hay woont bijvoorbeeld op Curaçao. En ja, ik ken niet alle recente goede adressen. Dus dat heb ik dan aan hem gevraagd. Of aan vrienden in New York of op Ibiza. Dus er staan heel veel goede concrete tips in. Maar het gaat ook wel over meer dan dat. Ik schrijf als het over Suriname gaat ook over het slavernijverleden. Ja, kijk, ik heb wel een boodschap in die je, als het goed is, een beetje tussen de regels door meekrijgt. Maar in het voorwoord zit dat iets explicieter. En dat is dat je van reizen, dat reizen je leven wel verrijkt op een manier. Dat je ziet gewoon hoe verschillend je het leven kan leiden. En dat niet de manier waarop wij dat doen de enige is en de enige goede is. Oké, en dan de laatste vraag. Wanneer komt Katja was hier in Breda dan? Katja was hier in Breda? Ja. Nu hier? Ja, ik hoef het alleen nog maar op te schrijven en het is zo. Want alle mooie plekjes die ben je zelf al wel aan het ontdekken met je nieuwe liefje, zoals je dat zelf zei, denk ik. Ja, nou ja, ik zei net al, wellicht is het volgende boek Katja blijft hier. En dan bedoel ik niet specifiek alleen maar in Breda, jongens, maar in Nederland. En dan zal ik Breda zeker niet laten liggen. Bij kinderdagverblijf Woele Wippie konden de kids een gezonde pizza bakken. Met heel veel groentes die ze ook nog eens goed leerden snijden. Wij doen hier het project Superchefs van de GGD uit. Ik werk op een BSO. BSO zie je zo van Woele Wippie. En het idee is ontstaan om met 10 kinderen 8 weken lang te koken. Zodat de jongeren iets goeds leren doen voor de oudere samenleving. We werken nu samen met Surplus. Omdat ik was al bekend met Surplus. En zo zijn we in contact gekomen met de wisselaar. Waarvoor snij jij de paprika? Voor de pizza. Hebben jullie al wel eens eerder een pizza belegd? Ja. En wat vinden jullie nou een lekkere pizza? Wat is nou jullie favoriet? Pizza salami. En wat heb jij? Pizza margherita. Wacht, die van mij ook. Pizza margherita ook nog. Ze zijn al met het deeg bezig. Ga je zelf ook proeven? Ja. En wat vind jij dan lekker op een pizza? Ja, vooral lekkere dingen. En heel veel sla en zo. Dat is heel lekker. De kinderen die koken dus een maaltijd, die maken elke week een maaltijd en die kunnen de ouderen kunnen daar gebruik van maken om dat op te eten. Wat voor pizza maken jullie? Een hele gezonde pizza met eigenlijk alleen maar groenten. Dat is eigenlijk een beetje groentepizza. In de oude koepelgevangenis kwamen 800 bestuurders en ondernemers bij elkaar voor de klimaattop Zuid-Nederland. En hierbij stonden natuurlijk het klimaat en duurzaamheid centraal. Ja, we zijn hier op een prachtige locatie, de koepel, de oude koepelgevangenis. Eerst een gesloten bolwerk en nu een open setting waarin we met 800 mensen praten over klimaatproblemen en wat we eraan kunnen doen. Nou, er zijn ontzettend veel verschillende dingen die er moeten gebeuren. Het probleem van de plastic soep is zo ontzettend complex dat er is niet maar één oplossing. Dus vanuit verschillende kanten moet er eigenlijk gekeken worden, gewerkt worden aan het probleem. En dat begint natuurlijk al met minder plastic gebruiken. Of als je het al gebruikt, dat het beter hergebruikt kan worden, et cetera. Dat het opgeruimd wordt. Nou, er zijn ontzettend veel facetten aan hetzelfde probleem. Maar ons credo is start doing. Dus je moet gewoon ergens mee aan de slag gaan. En dan volgt er uiteindelijk veel meer. Maar eigenlijk is het doel van vandaag, laten we nu eens versnellen. Gewoon veel harder acties nemen tegen de klimaatverandering.
Denk dat iedereen het ook heeft gemerkt afgelopen week. Wat voor bijzonder weer het is geweest. Hartstikke warm in deze tijd van het jaar. Maar wel een hele grillige bui tussendoor. Ja, als we niks doen wordt dat steeds erger. Het is niet goed voor natuur, voor milieu. Maar zeker ook niet voor de mensen. Ja, 7 jaar geleden toen nog in mijn eentje met een uitdaging die luidde dat ik een boot wilde bouwen van plastic afval. Maar ik had nog nooit een boot bestuurd, laat staan gebouwd. Dus help mij. En dat was mijn publieke hulpvraag als het ware. Om die uitdaging mogelijk te maken. En ik geloof er toen in dat vanuit daar een netwerk zou ontstaan van burgers, bedrijven en overheidsinstanties die dus gezamenlijk het probleem wilden aanpakken. Nou, en dat is ook ontstaan. Bij Dansschool Tichelman werd afgelopen zaterdag de eerste editie van Best of Breda gehouden. En hierbij werd een lijst van 90 songs gespeeld door verschillende bands. Jullie zijn een grote band. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, we zijn nu met 8 en eigenlijk zijn het gewoon mensen die elkaar al kennen al een tijdje. En die hebben elkaar aangezocht om deze band compleet te maken. Dus van het bekende werk drums en bas en gitaren. We hebben ook een conga's, wat heel uniek is. En een saxofonist. Heeft ook niet iedere band. En daar kunnen we heel veel muziekstijlen maken. We treden niet zo heel vaak op, maar wat wij heel leuk vinden is Bruisend Ginneken bijvoorbeeld. Dat is weer in augustus. Dat is echt een hoogtepunt. Dat is op straat, dat is buiten. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, met heel veel plezier. Daar zijn we nu weer voor gevraagd. Dus daar werken we naartoe. En soms worden we gevraagd bij een bruiloft of bij een feestje, wat zeg maar in besloten kring is. En zo komt er regelmatig wat op ons pad. Superleuk. Deze week is ook de afsluiter van de Urban Sports Week. En dat is misschien iets waar je de afgelopen week al iets voorbij hebt zien komen. Maar sportsliefhebbers hoeven niet teleurgesteld te zijn. Want bij de afsluiting werd ook een nieuwe anthem van de Champions Trophy bekendgemaakt. En die komt er binnenkort alweer aan. Het wordt natuurlijk nu met de dag toffer. Want we hebben een super gaaf event vandaag. Urban Sports Week. Heel veel hockey daarin. Dus je ziet dat de kinderen dat hartstikke leuk vinden. Zijn kinderen van speciaal onderwijs, regulier onderwijs. Ja, die vermaken zich top. We hebben heel veel van dit soort evenementen. We hebben dit gave nummer erbij sinds vandaag. Dus nu, het wordt steeds warmer zeg maar, richting het echte evenement over 2 weken. Ja, en u zelf, u kan er ook wel wat van. In een rolstoel gezeten, alles. Ja. Kunnen we nou binnenkort ook nog het hockey-evenement zien van Paul de Beer? Ik ga vooral als bezoeker, maar als ik ergens een stick zie liggen, dan vind ik het altijd al wel leuk om hem even vast te pakken. En het rolstoelhockey is wel verdomde lastig hoor, om dat goed te doen. Maar wel leuk om ook eens te proberen. En samen met Boris gaan wij tijdens de Champions Trophy ook al ons DJ-talent laten zien in Nederland en de wereld wat wij samen hebben. Dus ik wil samen met jullie terugtellen van 10 naar 0. En dan krijg je de tune te horen die we gaan gebruiken voor de Champions Trophy. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bestuursakkoord Lef en Liefde vormt de basis van het beleid van de aankomende bestuursperiode van VVD, D66 en PvdA. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bijstand, het woningtekort, de bereikbaarheid en natuurlijk vele andere zaken. Ja, wat vinden de mensen van Breda daar nou eigenlijk van het bestuursakkoord? Dus ja, wij zijn de straat op gegaan om dat ze eens te vragen. Ik vind het een heel goed plan dat ze dat wat makkelijker maken, wat makkelijker toegankelijker. Neem ik aan dat er ook minder files zijn en minder gevaarlijk is daar. Ja, dat was het wel, denk ik. Dan mogen ze beginnen met de NS, want dat is een verschrikking. Goddorie. Tot 3 keer toen met de trein meegemoeten naar Limburg. Nou, waar ik heb gezeten, weet ik niet, maar bijna niet in Limburg. Dat is een goede vraag. Welk bestuursakkoord? Van Breda. Nee, daar ben ik niet van op de hoogte eigenlijk. Er komen veel meer nieuwe huurwoningen.
Vindt u dat fijn? Ja, vind ik heel fijn. En waarom? Dat er dan meer mensen mogelijkheden hebben om zelfstandig te gaan wonen. Bovendien zijn de koopwoningen haast niet te koop en veel te duur. Ik weet er al iets van, maar ik vind het bijzonder zonde dat de SP er niet bij zit. En waarom? Omdat ik meer een socialist en hart aan dieren ben. En niet van degene die dus, hoe zal ik het nou netjes, keurig netjes zeggen, van de VVD, die alleen maar een paar crimineeltjes erin heeft zitten. En verder komen er nog een aantal nieuwe huurwoningen bij. Dat mag. Heel graag. Voor de mensen die helemaal niet weten. Ik zeg, ik zit 45 jaar prachtig. Maar ik ken heel veel jongeren, vooral jongeren, die zo graag moeten studeren en toch wel graag op hun eigen. Mogen ze van mij echt wel wat bijbouwen, hoor. Ja, natuurlijk hebben we ook weer een kerstverse foto van de week voor jullie klaar liggen. En deze is van het nieuwe gerechtsgebouw gemaakt door Tamara Verhoog. Heb je zelf nou ook een mooie foto gemaakt? Stuur hem dan gerust op naar redactie@bredanu.nl. Ja, lieve kijkers, dat was het over deze week. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Zoals altijd een fijn weekend en houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.